Quickly, Hamas is that's Palmer's right. Just Ronaldo! Unbelievable! Ronaldo. Zo, wat een begin van deze vlog. Goedemorgen, Seurenspat. Het is zaterdagochtend. We staan hier bij een gym. En we hebben wat dingen te doen. Laten we eerst onze gotcha aanzetten, zoals je kunt zien. Want er is weer een event aan de gang. En dat is het Halloween event. Zoals elk jaar van toepassing is. En dit jaar dus ook. Maar we hebben nog veel meer om te doen. Laten we snel gaan kijken. Dit is het Halloween event. Dit is nog Zaroet. Moet ook nog steeds doen. Dit is Meloetta. Ik weet het niet. Hebben we ook nog staan. En we nog meer. Ho-oh. Moeten we ook nog vinden. En nog Hoopa. Nou. Hebben we dan nog meer te doen? Jazeker. Halloween Cup Research. Die moet je net ook vrij spelen voordat je Halloween Cup kan doen. Laten we daar beginnen. Het zal een hoop worden vandaag. Een hoop, zoals je ziet, research om te doen. Dus ja, misschien wat eentonig aan vlog. Maar we kunnen wel progressie maken. Dus laten we daarop focussen. Dat was nummer 1. Moet trouwens ook nog geestie Pokémon vangen. Voor die Halloween Cup Research. Dus het scheelt dat met één research de andere research kunnen voltooien. We gaan er snel doorheen. Want we kunnen gelukkig quick catchen, heb ik van Philippe geleerd. Philippe, als je kijkt, dankjewel. Dit is wel een hele mooie, want dat is een Frillish. En een Frillish is een goede voor PvP of de Candy of wat dan ook. Dus daar ben ik er blij mee. Bacon zie je er op de lijst, maar die zie je ook de laatste tijd veel vaker. Bacon, Beldum, Larvitar. We hadden natuurlijk pas geleden even het event met veel Larvitar, maar ook Bacon nu in het wild. Nou, vroeger was het echt not done. Maar in de gym staat er een Pokémon voor mij. Dat is namelijk deze Arcanine. Kan ik hem voeren? Nee, ik heb inderdaad al gevoerd vandaag. Ik heb ook andere Pokémon in de gym staan, zoals je daar ziet. De gele gyms. Ik zal ze even laten zien. Defender, huppatee. Axews voor Candy. Dan hebben we uiteraard nog een dingetje om te doen. Want dit is het laatste ding wat hier zweeft wat in de buurt is. Een Rotgrunt. Daarmee kunnen we weer research gaan doen, zoals ik net zei. Dus dat was ook dus tijd. En nou vind ik wel dat ik verplicht ben om vandaag 6 Rotgrunts te gaan verslaan. Want het duurt nu al veel te lang voordat we die research voltooien. De baas vinden van Giovanni. Ik zie hem nog steeds niet. Maar hey, dat wil niet per se zeggen dat hij er niet is. Ook daarvoor gaan we natuurlijk op zoek of hij er is, ja of nee. Dus ik ben benieuwd. Maar eerst even deze Rotgrunt. Dat is een Marowak, die is neer. Oeh, en dan komt er een Flydon, denk ik. Ja hoor, die komt er een Flydon aan. Dan kan het beter Palkia inschakelen, want die heeft natuurlijk Dragon Tail. Wat super effectief is. En met Aqua Tail moeten we hem kunnen verslaan. Dus dat is de eerste Rotgrunt. Ik liet hem even lopen, want hij was aardig wild deze swine-up. Dat is bizar. Want het leek wel een Raidbos. Nou, eens even kijken hoor. Wat gaan we doen? Oh ja, we gaan natuurlijk wel de research voltooien, dat lijkt me ook wel handig. Win battles in de Great League. Oké, dat moet lukken. Dat doen we zo wel. Dan hebben we voor Halloween research een Duskull. Alsof we die niet vaak genoeg gezien hadden. Check de video hierboven. Voor Zaroet moeten we dus nog 5 Rotgrunts, een Butterfree. Dat is niet verkeerd, want dat is lekker veel dust. Daar mag ik ook niet over klagen over die dust, want we kregen net natuurlijk al... dat was van de Rotgrunt. Er is altijd dust van, dus dat is niet bijzonder. Nou, dat zal wel. Rotgrunt verslagen. Ik had het beste van die Flying of van Dinners even een snap kunnen maken van Butterfree, maar hebben we niet gedaan. Win 3 gym battles, ook nog handig. En ook weer Rotgrunt. Dus Rotgrunt is wat we vandaag gaan doen. Ik ben benieuwd of we er een paar gaan vinden. Ik ga mijn best doen. Nou, meneer Willow, jij mag lekker je mond houden. En hebben we dan nog wat te doen? Ja, het wordt echt Rotgrunt. En precies toen ik de vorige opname stopte, kwam er een Drifblim reed op. Dat is deze dus. Nou, en 3 keer raden wat dat natuurlijk is. Een Flying type Pokémon. Dus dat is 1. Dat is 2. Zo makkelijk kan het zijn. En dat is 3. Nou, top. Ook weer gedaan. En dan kunnen we daaruit. Dan kunnen we deze een berry geven.
En dan hoop ik dat ik hem kan raken. Ja, bij de tweede keer wel. De eerste keer ging hij eronder door. Was voor mijn gevoel best een goede wobbe, moet ik eerlijk zeggen. Maar helaas, oh, we gaan het trouwens even wel. Ja, we gaan hem zo'n ding geven. Want dan kan ik hem makkelijk raken. Kijk, we moeten ook nog nice toes maken, zoals je nu ziet. En curveball toes, dus nog eentje daarvan. En hebben we ook die weer gedaan. Ik wou net zeggen, moet hij niet in blijven zitten, want dan kunnen we alsnog verder op zoek. Dus we nog één keer kunnen raken. En dan moet hij wel even naar beneden eigenlijk. Maar dan maar zo. Allebei mijn apparaten in mijn hand. Hup. Oké, okay, mooi. Dat is een great. Nou, dan moeten we nog 9 nice toes maken of hoger. 3 curveballs hebben we al gedaan. Dus laten we nu even een dinners geven. Een goede berry. En dan hopen dat hij blijft zitten. Want ik ben nu al een beetje klaar met de beest. Oh, nou. Zou je net zien, gooi je net geen goede worp. Weet dat hij zit? Weet dat hij zit? Ja, ja, ja. Daar gaat hij hoor. Kijk. Ongelooflijk. Gooi je 3 keer een great, een nice of dit het wat. En dan zit hij niet. En dan gooi je niks. En dan zit hij wel. Jongen, jongen, jongen. Nou, het zal wel. Even tijden. Nou, meneer Wille ook weer blij, zo te zien. Want die zit weer onderaan te roepen. Of niet, laat maar zitten. Oké, okay, top. Hebben we hier naar Dinnes. Pokémon gaan we dan nu doen. Dan gaan we nu lekker op pad om Dinnes te vangen. Pokémon. Kunnen we daar gaan transferen. Nou, en als er dan ook nog wat Rotterdruns kunnen vinden, zien we al wat staan. Nee, dus dat wordt ook lastig. Dan gaan we er gewoon een mooie dag van maken. En bij het oh zo mooie Dorrestein. Mooi watertje. Best nieuwe gebouwen. Kunnen we een Pokémon in de gym zetten. Dus laten we even kijken welke Pokémon we gaan doen. Ik denk gewoon een Metagross. Dat is de eerste de beste die ik zie. Dus dat is 1. Dan moeten we ook kerkkunst scannen. Dus dat ga ik nu even doen. Vrij hoor. Pakt hem inderdaad. Dat is deze. Even kijken hoor. We doen jullie een beetje dicht op mijn gezicht. Kijk, zo moeten we hem mooi in beeld brengen. Beetje aan de zijkant. Beetje aan die kant waar... Ja, moet je het zeggen. Het logo. Het monument zit. En dan moet ook even lopen, want anders dan gaan ze klagen bij Niantic. Dan zeggen ze van, hé, we zien niet dat je aan het bewegen bent. Beetje bloemetje erbij, hè. Ook belangrijk. Misschien dat we nog iets van insectje zien. Ze kijken toch niet naar die filmpjes. Je kan filmen wat je wil, maar ze kijken er toch niet naar. Dus nou, hartstikke leuk. Upload later, want anders dan gaat je MP eraan. Ja, 111 MP zeggen. Zo, ho. Dat moeten we niet doen. Dus nou, die hebben we gedaan. Gaan we laten uploaden. En... We moesten ook een gym verslaan. Nou, kijk eens aan. Rayquaza, perfect. Die gebruik ik haast nooit. Dus ja, één battle. Dat is een beetje mijn favoriete legendary, maar ik gebruik hem nooit. Nou, de kopmeeuwen zijn er ook niet mee eens, zoals je hoort. En volgens mij heeft hij zijn auto af te krijgen. Want dan is hij heel dood namelijk. Ja, ja, soort van. Nou, ook weer gedaan. Win 3 gym battles. Nou, dat schiet ook niet op met deze. Maar we hebben wel gedaan. En we kunnen een Pokémon in de gym zetten. En we hebben die kerkkunst gescand. Dus we zijn Rare Candy. Ook niet verkeerd. Dat ding heb ik misschien al een half jaar in mijn inventory zitten. Wat gaan we daarin zetten? Een Darkshop. Ook een toffe Pokémon. Huppatee. Die zit er ook in. En dan zien we nog wel iets van een Rotterdrun staan. Nee hè. Misschien. Oeh, daar misschien. Daarboven. Volgens mij niet. Nou, dan wordt het nog even verder zoeken. Snel voor deze gym vandaan. Verslaan. Sorry. En dan hopen dat er nog één. Ja. Pas op. Nee. Oh. Ik klikte net even te vaak. Anders hadden we nog een crossjob af kunnen krijgen en hadden we weer een super effective charge attack kunnen gebruiken in de gym. Dat is nog niet gelukt. Dat is jammer. Nou, whatever. Even kijken. Dan gaan we naar Rayquaza. Dan hoop ik dat die wel een outreach af kan krijgen voordat deze Darkshomp down is. Nee, ook niet. Nou, te jammer dan. We hebben in ieder geval... Oh, wacht. Ja, oh, ja, nog 1 AP. Oh nee, laat maar zitten. Hij was misschien... Nou, het zal wel. We hebben in ieder geval, ik heb ze namelijk nu 6 keer gebatteld. 3 keer die Slatin, 3 keer die Darkshomp. Dus we hebben in ieder geval 4 super effective charge attacks af kunnen krijgen. Dus dat is in ieder geval weer meer dan niets. Het kan beter voor Melmel te gaan, dan kan ik nog een beetje candy misschien krijgen. En dat is bij Finding Your Voice. Dus nu moeten we echt op zoek naar Rotterdruns, want anders dan gaan we het gewoon nooit redden. Het is een Monferno, ook geen verkeerde Pokémon. Kunnen we die vangen? Ja hoor, mooie worp. En ja, ik zit nu wel een beetje om heen te kijken, maar ik moet op mijn scherm kijken. Of in het echte leven ga ik geen Rotterdrun zien. Op mijn scherm wel. Dus eerst even die Monferno vangen. Dat is gelukt. En oh, ja, ik zie er eentje. Ja, eentje heb ik er. Twee. Dan doen we mooi terug, want dan moet ik weer naar vrijwilligerswerk. Nou, als die gaan lukken, die daar en die daarboven, hebben we toch wat gedaan. Nou, en zo zie je maar. Zie je in het begin helemaal niks.
hè, aan Rocket Bruns. En dan zie je, er zitten er al 5. Op de terugweg 5 kunnen vinden. En we zijn nou, misschien een half uurtje verder. Dus dat is lekker. Dan hoop ik dat ik een beetje normaal kan gooien, want mijn duim is echt zo koud als de... Ja, 5 is kunnen doen. Waren haast allemaal frozen in je tracks. Dus ik heb heel veel Spiusilio's en ijs-Pokémon. 1 Coiled, dat is een Scorupi. Maar ik zal het zo even laten zien. Het is in ieder geval nummer 5. Dus ja, we hoeven nog maar eentje. Ik zie daarnaast geen een in de buurt meer, want ik heb ze niet allemaal gedaan. Ja, helaas wel. Dus dat is balen. Maar, zoals je kunt zien, 1 die we net hebben gevangen. 2 die Scorupi. 3 weer Spiel. 4 die Cilio. En dan natuurlijk hadden we de 5e was dan die we in het begin hadden gedaan. Dus Swine-up inderdaad. Ja, die hebben we al gezien. Nou, hartstikke mooi. Zoals je kunt zien, we ook nog 30 Pokémon transferen voor een andere opdracht. Dus ja, ik denk wel, een Slowpoke moeten we ook nog doen. Nou, dat moet ook lukken. Nou, dan zit het toch wel aardig in de buurt. Hoor. Nog 1 dingetje. Deze kunnen we ook wel doen. Die gaan we ook meteen even doen. Misschien dat daarmee een Rocket Drun naar voren komt. Geen Giovanni trouwens. Nergens tegengekomen. Maar ja, zoals jullie al zeiden, die zit op. Ja, oh, hallo. Dat is een beetje een grote jongen voor mijn neus met die Hariyama. Maar dat maakt niet uit. We hebben dan gewoon. Dus ja, geen Giovanni. Daar moeten we voor betten. En 20.000 dus verdienen. Nou. Jeetje, Mina, wat verwachten ze allemaal niet van ons? Wel een goede IV, maar niet goed genoeg. 20.000 dust en dat is een paar Pokémon. Is dat een shiny zoekbed? Daar ben ik nog zo hard naar op zoek. Helaas. We lopen net de deur uit op weg naar oma Soeren. Want we hebben, oppassen dat het niet eruit valt, lekkere verse pinda's gebakken. Voor oma Soeren is een groot fan van. Dus ja, af en toe gaat hij even brennen of pindakaas of pinda's los. Maar het is nu wat drukker, dus het is pinda's geworden in plaats van pindakaas. Net even met verzekeringen gezeten en ook weer qua design van badkamer en keuken. Dat komt nu echt een beetje tot het einde. Dus ik zal proberen ook in deze vlog nog wat foto's en tekeningen te laten zien. Dus ja, hopelijk kan ik daarna weer 2 video's per week up gaan loaden. Want ja, de laatste tijd gaat het niet zo lekker met uploads. Maar er zit een reden achter, excuses daarvoor. Nu pinda's leveren. Goedemorgen, we zijn weer zondagochtend. En gisteren hebben we eigenlijk verder niks gedaan. Nadat jullie het laatste stukje van de vlog zagen. Dus, dit is wat er staat. Aardig wat voltooide research. En nog meer aardig wat voltooide, of nou eigenlijk voltooide research. Nou, laten we daarmee beginnen dan. De Halloween Cup research is klaar voor mij. Ik heb al de Halloween Cup voor Battle League unlocked, want ik kan hem al spelen. Heb ik gisteren ook gedaan. Weer een opdracht voltooid. Hoe makkelijk kan je het hebben? En oh, een janmask. Dat is wel tof. Want dat is natuurlijk een Galarian janmask. En die kom je niet zo vaak tegen. Sterker nog, volgens mij hebben we maar 1 kunnen krijgen. En dat was via vorig jaar's Halloween event. Huh. Kijk eens aan. Hij zit erin. Candy genoeg. Want ja, hij doet natuurlijk mee met de candy van de normale janmask. Maar nog geen goede IV. En dan kunnen we verder met de research. Laten we even kijken. We krijgen nu een hoop candy. Janmask candy. Sableye Candy en Scraggy Candy. Nou, dat is niet verkeerd. Scraggy Candy kon ik wel gebruiken, dus daar ben ik blij mee. Nou, dan gaan we weer door. Want ja, anders zouden we hier een beetje onze tijd voldoen. En Charmeleon, dat is tof, want die geeft extra Stardust. En Stardust ben ik altijd blij mee. Dus laten we even kijken hoeveel we gaan krijgen. Als het goed is, 1000. En dat is niet verkeerd, hè, want hier heb ik met research en dergelijke. Of ja, je wekelijkse research heb ik 1000, dus dat tikt echt wel aan. Laten we verdelen, er is nog steeds 1000, misschien is wat meer vanwege het Halloween event. Dat niet, maar 1000 wordt nog steeds gewaardeerd. Dus laten we naar de volgende gaan. Een Loudred, nou kijk, dat is ook een geëvalueerde Pokémon, dus dat is ook weer meer Stardust dan normaal. En je krijgt een paar, dus hè, ja, wees er blij mee. Zit hij erin? Hij zit erin, dat is mooi. Krijg ook nog 2000 dust, omdat we die dinners hebben voltooid, die research. Je gaat wel even een Raspberry aangeven, want ik heb het gevoel dat die wat lastig is om te vangen. Let's go, partij, excellent. Ik weet niet wat er met mijn scherm is, maar het lijkt wel alsof er een soort van pixels of blokken. Oeh, Meloetta Candy. Oh, dat is natuurlijk nog steeds die. Ja. Oké. Okay. Nou, Willow, jij kan het weer in je mond houden. Meet a new friend. Oké. Nou, dat is ook wat lastiger. Meet a new friend, want dat doe ik niet meer zo vaak. Maar er zullen vast wel mensen zijn die mij nog als vriend willen. Dus dat zal in principe, hoeven we daar maar een vraag naar te doen en dan zal er wel iemand reageren. Maar we moeten nog steeds kijken naar een eerlijke manier. Een Slowpoke. Zonder staart. Want dit is een Galarian Slowpoke. Dus ik ga hem wel even wat extra candy geven. Of een pineberry moet ik eigenlijk zeggen. Ook al hebben we dat niet nodig.
Doen we daar ook maar verder. Potions, een Pokémon. Geen flauw idee welke. Maar dat gaan we nu zien. En Shedinja. En er zit er nog in één erin ook. Dat is mooi. Schroep mij weer ballen. En Shedinja. Wat voor IV zou die hebben? Niet verdeerd. Niet verdeerd, maar ik ben nog steeds op een goede. Ik gebruik daar 0,0 van die Pokémon. Die Willow laat ik gewoon lekker praten. Oh, die is nog steeds bezig met zijn onderzoek. Nou, laat hem maar lekker gaan. Weer Dust. Dat is mooi. Ultraballen kan ik ook goed gebruiken. Momenteel. En weer een Pokémon. En dan misschien gaan we naar de leukste van Zaroet. Leukste voor het laatste. En Yamask weer. En inderdaad, daar gaan we dan een Zaroet Pokémon, of ja, hoe zeg je dat? Een Pokémon voor Zaroet. Nee, hoe moet ik dat nou zeggen? Een encounter voordat we Zaroet waarschijnlijk tegen gaan komen of dat we een stap verder kunnen. We zijn nou eens even blijven staan, Ariados. Dat zou fijn zijn. Niet dat ik de Kenny daarvoor nodig heb, maar nou ja, we moeten blijkbaar berries gebruiken, dus dat hebben we gedaan. Nou, dan ben ik heel benieuwd wat dit nou wordt. Giovanni nog steeds niet gevonden. Wel heel veel zwarte rotterstops tegengekomen. En is dit dan Zaroet? Nee, dat is een Rufflet. Ook Rufflet Candy kan ik nog gebruiken. Zeker 12. Maar dat zou je misschien wel binnenkort in een shiny video zien. Nee, en dan heb ik al een beetje verklapt waar het over gaat misschien. Even kijken. Weer professor Willow die tegen ons wil praten. En weer ga ik door stippen, want ik word helemaal gek van die vent. Kijk. 1, 2, 3. 3. Nou, vooruit er maar. Even extra. En daar komt hij. Zaroet Candy. 1000 dus, dat is zeker niet verkeerd. We zaten ongeveer op de 5,70 en is het een hoge? 1619. En daar kunnen we natuurlijk ook nog in het Halloween event vangen. Dus eigenlijk was hebben we dat slim gedaan. Want dan kunnen we als goed is dubbele candy krijgen. Dat zou wel tof zijn als dat lukt. En er zit nog in één keer ook. Wat een geluk heb ik. Krijgen we inderdaad extra candy daarvoor? Dan heb ik het best wel slim gedaan. 12, ja ja, dat is toch, ja, dat scheelt toch weer candy jongens. En een nieuwe Pokémon in de Pokédex. En wat zijn de IV? Want volgens mij 16 in de 40 of in de 30 is goed. Niet verkeerd. Goedemorgen. Nou, en dan zie je hem al staan. Search for Zaroet is gecomplete. En dat klopt, want we hebben inderdaad een Zaroet in onze inventory staan. Best een tof ding. En 1619, ik mag niet klagen. Mijn mythicals zijn niet geweldig, maar ook niet super slecht. Dus dat vind ik wel prima. Dat vind ik wel prima. Ik ben er blij mee. Ja, en dan. Dan zijn we thuis. En hebben we haast alle research voltooid die we vandaag konden doen. Nou, er zat er nog eentje klaar. Laten we die doen. En we kunnen nog twee eigenlijk, dat is die van Meloetta, doen om ja, vandaag echt af te ronden. Even kijken. We gaan eerst even wat gifts naar vrienden sturen. Dus nou, Pindapal, je bent de gelukkige. Je krijgt eentje van mij. Die kunnen we doen. En we moeten ook nog van Meloetta een snapshot maken, want daarom ga ik er een beetje zo raar zitten. Even kijken, een snapshot. Dat doen we zo. Kijken of dat je in mijn kamer ergens terecht kan zetten. Oh, ja, ik zie er wat dingetjes. Oh, daar komt hij op. Daar komt hij op. Kijk eens aan. Nou, 1, 2. Hoppatee. Ik slaap altijd in een zwembroek. Nou, niet altijd, maar ik slaap altijd in... Dat is, ja, dat is niet een zwembroek, maar ik slaap altijd gewoon een korte broek. Vind ik lekker. Nou, die kunnen we ook afronden. Deze twee opdrachten. Dat is ook fijn. Meloetta Candy en een revive. Nou, dan zal het laatste ook nog wel iets van candy zijn. Dus ja, wil je misschien... een nieuwe vriend, dan bij deze heb je misschien kans dat ik een vriend toevoeg. Als jij de video hebt gekeken en je laat je friendcode achter in de comments. De eerste die het doet zal als vriend verwijderen, dat vind ik wel leuk. Ik moet nog steeds werken aan iets van een algemene, dat meer mensen kan toevoegen als vriend. Maar voor nu is dat wel even een leuke om deze opdracht te doen. Dus als je de video tot het einde hebt gekeken. Laat je friendcode achter. De eerste, de beste zal kiezen om toe te voegen. En dan ben je de gelukkige. Maar dat was dus de vlog van vandaag. Veel kunnen doen gelukkig. Veel leuke Pokémon kunnen vangen. Maar ook veel research kunnen doen. Dat was helemaal top. Ja, daar is mij nog één ding te doen. Jullie natuurlijk super bedanken voor het kijken en voor jullie geweldige support. Dat wordt zoals altijd super gewaardeerd. En dan zie ik je heel graag bij de volgende video.